Welkom bij Basta, de laatste Basta van dit seizoen. Een goede gelegenheid om terug te blikken op het nieuws van het afgelopen schooljaar. We hebben de opmerkelijkste Basta nieuwsitems van dit jaar voor jullie op een rijtje gezet. Aan het begin van het schooljaar, op 12 september, waren de verkiezingen. U heeft nog een paar uur de tijd om uw stem uit te brengen. Om 9 uur precies sluiten de stemlokalen in de stad. Ik stem op de Partij van de Arbeid. Jullie mochten natuurlijk nog niet stemmen, maar wat weet je nog van deze dag? Tijdens de verkiezingen mogen mensen boven de 18 jaar stemmen. Hier op school was een stembus. In de ochtend daar kwamen er een heleboel mensen. Die gingen dan in een rijtje staan. Dus ze mochten iets schrijven en dan mochten ze in de bus leggen. Op welk politiek zij willen, voor welk politiek zij zijn. En, waren jullie een beetje tevreden met de uitslag? Ik keek die avond. En toen, ja, ik was heel blij. Ik was best wel tevreden met de uitslag, omdat ik Mark Rutte, hij heeft wel goede argumenten en zijn meningen, ja, zijn best wel goed. Ik was heel blij dat de PvdA veel stemmen had, want daar was ik eigenlijk voor. Ik vind het niet erg dat Wilders weinig stemmen heeft, want hij heeft wat over de culturen gezegd, Marokkaans, Turks, Surinaams en dat soort dingetjes, dat we gewoon dat niet zo goede mensen zijn. Van 3 tot en met 14 oktober was de kinderboekenweek. En onze reporter Marlene bezocht toen het prestigieuze kinderboekenbal in het muziekgebouw aan het IJ. Hallo wereld, waar komen jullie vandaan? Uit Spanje. Wij komen uit Amsterdam. Uit Amerika. Ik kom eigenlijk uit Oostenrijk. Of hoe het ook heet, ik weet eigenlijk niet uit wat ik kom. Wereld, hallo wereld. Er was een leeswedstrijd, wie het beste kon voorlezen. Tijdens de kinderboekenweek wordt er elke ochtend wel wat gelezen bij de inloop. Oh, daar weet ik niet echt wat over. Over de gouden griffel. Nee. Een soort van beker of zo. Iemand had het gewonnen omdat ze de beste boek had geschreven. Dat is de gouden griffel, is zo'n pen. Nou, een veer? Nee? De gouden griffel 2012 gaat naar Winterdieren van Bibi Dumont. Mijn lievelingsboek is... De superpuber. Hoe overleef ik mijn eerste kus? In december gebeurde er iets tragisch op het voetbalveld. Een grensrechter uit Almere werd zo hard geschopt door jeugdvoetballers uit Amsterdam dat hij is overleden. Een grensrechter die gisteren door 3 jeugdvoetballers van voetbalclub Nieuw-Sloten is mishandeld, is klinisch dood. Natuurlijk vind ik het schokkend, want ja... Het gebeurt niet zo vaak bij het voetbal en dat is dan wel een reden waarvoor ik denk, hè, hoe kan dat nou? Hij doet het ook maar voor zijn lol en vrijwillig. En het is ook de vader van iemand die daar speelde. Laat die grensrechter gewoon zijn werk doen. En als hij net iets doet wat jou irriteert, zoveel dingen irriteren jou. Dus waarom moet je gelijk gaan slaan? Het slaat gewoon nergens op. Ik vind het heel afschuwelijk, omdat al heeft de grensrechter iets gedaan... Je hebt het recht niet om te slaan of om hem te mishandelen. En er zijn ook posters geplakt op de muren van sommige voetbalplekken. Ja, als je geen respect hebt, hoef je echt niet te gaan voetballen. Zonder respect, zoals al posters, geen voetbal. Bij ons is er nu ook een regel, als je 2 keer van het veld bent weggestuurd, dan mag je niet meer op voetbalclub. Als je voetbalt, dan moet je ook sportief zijn. En als je verliest, dan moet je dat gewoon accepteren, want anderen... Als er een winnaar is, moet er ook een verliezer zijn. In februari brak een spannende periode aan voor de groep 8 leerlingen. Namelijk de CITO-toets. De CITO-toets. De CITO-toets is weer begonnen. Ik vond het heel spannend. Ik wou zelf niet meer naar school komen. Ik bleef heel laat wakker en naar het plafond kijken. Wat zal ik halen? Zou ik het goed doen of niet goed doen? Ja, ik was daar wel heel zenuwachtig voor. Bijvoorbeeld rekenen vond ik moeilijk, maar ja, taal vond ik weer wat makkelijker. Ik dacht eigenlijk dat ik het niet zo goed zou doen. Soms had ik wel van, oh, heb ik het wel goed gedaan? Heb ik dat wel goed gedaan? En dan denk ik gewoon, nou, fouten, dat maakt niet zoveel uit. Ik heb 500
2,40 gehaald. Dat is wel goed. Na de CITO-toets was het natuurlijk tijd om een schoolkeuze te maken. De meeste groepachters weten goed wat ze zoeken in hun toekomstige middelbare school. De sfeer en het slagingspercentage. Dat het een goede school is en veel onderwijs en dat ik kan doorstromen naar HAVO. Ik ga naar het Huygens College. CSB. Iderslands College. Ik werd direct aangenomen omdat mijn zus daar ook op zit. Ik wil liever wel met mijn eigen klas weer blijven en dat we samen naar één school gaan. Sommige kinderen van mijn klas, ze gingen zich inschrijven op een school. Toen waren ze dus niet aangenomen. En dan ging ik daar kennis maken en naar een open dag. En dan dacht ik weer, zal ik daarheen gaan? Nou, dat was zo moeilijk kiezen. Afgelopen vrijdag was het de landelijke dag tegen pesten. Ik word soms wel geplaagd, maar ik word niet echt gepest. Als ik het zie, dan steek ik een stokje ervoor. 19 april was de pestdag. Ik vind het niet leuk om kinderen te pesten, dat doe ik zelf ook niet. Vroeger was het wel zo dat er kinderen werden gepest in de klas en zo. Maar als iemand zelf pest en wordt daarna gepest, dat vind ik dan wel je eigen schuld. Want dan moet jij daarvoor ook aardig zijn tegen anderen. Tijd voor vrolijke nieuws. Op 30 april werd onze kroonprins de koning van Nederland. En het Basta nieuws stond die hele week helemaal in het teken van het nieuwe koningspaar. Oh my god, we gaan optreden voor de koning en de koningin. Oh ja, ja, we gaan echt voor de kroning zingen. En dan ga ik wel heel hard oefenen en dan ben ik best wel een beetje zenuwachtig. Ik ga mee naar de inhuldiging, omdat mijn moeder bij de Tweede Kamer, bij de ChristenUnie zit. De prinsesjes blijven zwaaien. Ja, enig. En de boot zo mooi versierd met al die bloemstukken. Maxima, ja, ik vond haar wel mooi. Ze had een mooie jurk aan. Ik vind het wel leuk dat we een koning hebben, want in mijn hele leven heb ik alleen een koningin gezien. Ik denk dat Maxima wel een goede moeder is. Oh, ik heb nog niks echt gehoord van wat hij allemaal heeft gedaan, dus ik weet echt niet hoe het zit. Ik vind het jammer dat we nu een koning hebben. Ik had liever gewild dat Beatrix moet blijven. Ze heeft een leuk stijl, vind ik. Ja, het is niet zo dat ze met een pofjurk, met gele mouwen en wat dan ook. Nee, dat komt ze niet. Maar voorafgaand aan deze mooie dag waren speciaal voor alle basisschoolleerlingen van Nederland de koning spelen. 3, 2, 1, go! Oh, dat was aan de andere kant leuk, aan de andere kant niet, door het slechte weer. Het ging regenen. We hadden een lied gezongen over bewegen. Van kinderen voor kinderen. We hadden een flashmob gedaan met de hele school. En uiteindelijk stonden we met de hele school en alle kinderen te zingen en te dansen. Woo! Ja, mooi hè, was dat. We blijven nog even zingen en dansen, want jullie zitten natuurlijk in groep 8. En dat betekent dat er gerepeteerd moet worden voor de eindmusical. Ja! Yeah. Wat ziet Roderick er goed uit in zijn ridder kostuum, vind je niet? Wat voel jij wel allemaal lekker? Die gast spoort niet. Het gaat over een ziekenhuis waar een prik is uitgevonden waardoor je nooit meer hoeft te slapen. Een beetje gek zijn we allemaal. Iedere gek zijn gebrek. Elke zot, elke maloof. Elke virus met een kwaal. Het wordt de afscheidsmusical van ons. En we zijn er eigenlijk al een paar maanden van tevoren al mee bezig. Ik ben journalist 1. Journalist 3. Ja, journalist 1 en journalist 3. En ik moet dansen. Ik heb een van de hoofdrollen. En dat is eigenlijk de bandgitarist. Ik heb niet echt de rol van mijn dromen, maar ik heb er wel heel veel zin in. Voor de eindmusical ben ik heel zenuwachtig. En dit waren de meest opvallende momenten uit het Basta nieuws dit jaar. En de groep achters. Wat waren jullie mooiste of meest bijzondere momenten het afgelopen schooljaar? We gaan morgen op kamp en ik denk dat dat echt de leukste herinnering wordt. En echt heel gezellig wordt. Gewoon de klas afscheid nemen van de klas. Ik hoop dat het heel leuk wordt. Het is een soort van afscheidskamp omdat we naar andere scholen gaan. We hadden een verstoppertje in de hele school. Want alle klassen waren naar
drie vliegen gegaan. Dus verstappertje in het donker in de hele school. Ik denk wel dat ik mijn klas heel erg ga missen. Want acht jaar. Sommige ken ik al 8 jaar lang. Sinds de peuters. En het is wel raar om nu afscheid te nemen. Ik denk dat er wel een paar kinderen gaan huilen. Heel veel tranen. Ik denk dat we heel veel zakdoeken moeten gaan kopen. Ik vind het wel jammer dat ik deze kinderen niet zo vaak meer ga zien. Maar ik ga wel nieuwe vrienden ontmoeten. Ik zou denk ik een beetje verdrietig worden. Want ik ga mijn vrienden ook heel weinig zien, denk ik. Aan de ene kant is het heel leuk. Je gaat naar de middelbare school, je gaat op vakantie, je gaat leuke dingen doen. Maar aan de andere kant denk ik, je gaat weg van hele goede vrienden en zo. Dus dat is wel heel jammer. Dit was Bast alweer voor dit schooljaar. Heel veel succes in de brugklasgroep achters. In september zijn we er natuurlijk weer. Maar check in de tussentijd onze Basta Hive, Basta op Facebook en natuurlijk bastaschooltv.nl. Ik zeg mazzel! Tot Basta! Happy, happy!